Hey toppers, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. En vandaag hebben we 10 irritaties tijdens het voetballen. Vergeet even niet te abonneren en vind je de video dan leuk? Doe even een duimpje omhoog. Veel kijkplezier! Nou, dat is een duikbril, Duco. Mijn vader heeft gezegd dat als ik deze duikbril draag, dat ik beter ga voetballen. Yo, maat, daar ben je, net op tijd. Ja, sorry allemaal. Mijn hond die had mijn fiets opgegeten, dus ik moest lopen. Ben je klaar voor de training, Teun? Ja, duh, wat denk jij dan? Wat de duk is dit nou weer voor geur? Jullie moeten mij niet testen. Nou, ik denk het niet. Volgens mij heeft Emiel in zijn broek gepoept. Emiel, ik zweer, als jij in je broek hebt gescheten, jongen, dan ben je nog lang niet jarig. Ik zweer het, Duco. Ik was het echt niet. Volgens mij is Teun gewoon vergeten zijn spullen in de was te doen. Emiel, hou je kont. Hier, laat eens ruiken. Jij vieze, vuile, lieve beest. Jongens, jullie normale trainer is er niet, dus vandaag neem ik het over. Ik heb zelf op heel erg hoog niveau gevoetbald. Welk niveau dan, pap? Dat doet er niet toe. Ik moet jullie sterke mannen maken, dus dit wordt een conditietraining. Oh nee hè, serieus? Mijn conditie is niet zo goed, meneer. Ik moet rustig aandoen. Niet zo zeuren, kinderen. We beginnen met 10 rondjes om het veld. Wat? Ben je niet goed of zo? Gaat het wel helemaal lekker, pap? Oh, commentaar. Doe er dan maar 15. Dat is nog beter. 15? Dat kan ik echt niet. Ik kan net 1 rondje. Oh, nog meer commentaar. Dan gaan we heel de training rondjes lopen. Succes! Wat? Oh, snel! Ik ga dat echt niet doen. Kan je wel mijn oom zijn, maar ik ga lekker FIFA spelen. Doei! Ja, zoek het uit, pa. Doei! Ja, doei meneer Veldhuizen. Oh jongens, kom terug. Het was maar een grapje. Oké, eens even kijken. Is iedereen aanwezig? Oké, eens even tellen. 10, 11, 12. Hè? Teun is er niet. Is het nou weer te laat? Waar blijft Teun nou? We gaan zo beginnen met de warming up. Emiel, nu Teun er niet is, zou jij zijn plekje moeten nemen. Yes, eindelijk! Mijn grote doorbraak. Dus doe niks geks en probeer zo ver mogelijk van de bal af te blijven. Emiel! Oh, ja, wat is er? Heb je geluisterd? Ja, natuurlijk. Mooi zo. Ben ik klaar voor? Ik ben er! Pschuw, zo! Oké, Teun, hup, jij erin! Emiel, jij eruit! Ga jij maar even bidons vullen of zo? Oh, man! Oké, jongens, vandaag spelen we tegen de nummer 2 van de competitie. Dus ik moet echt mijn beste spelers opstellen. Tuurlijk, papi, dat is logisch. Dan heb ik ervoor gekozen om Teun aanvoerder te maken. Hij neemt daarom ook alle vrije trappen en penalties. Teun is elke wedstrijd aanvoerder. En hij raakt geen bal aan. En hij heeft nog geen één keer gescoord dit seizoen. Hou je kop, Emiel. Ik ben 100 keer beter dan jij. En daar ben jij gewoon jaloers op. Het maakt me niet uit. Ik ben de trainer en ik zeg dat Teun aanvoerder is. Verder wisselen we natuurlijk gewoon eerlijk door. Dus dat betekent dat Teun ook gewisseld wordt? Haha, Emiel. Jij grapjas. Waarom zou ik onze sterspeler wisselen? Dan is de wedstrijd sowieso verloren. Kom op, jongens. Het veld in. We gaan zo beginnen. Emiel. Kom eens even hier, jongen. Ja, wat is er, pap? Hé, luister eens even, mijn kleine ster. Ja? Als jij vandaag niet scoort, dan zorg ik er persoonlijk voor dat jij de rest van de maand niet meer kan gamen. Huh? Wat? En als jij niet een beetje fatsoenlijk speelt, dan stuur ik persoonlijk naar iedereen een foto door waar jij in je onderbroek staat te spelen met spinnen. Nee, ik zal mijn best doen. Alsjeblieft niet. Goed zo, zoon. Zo ken ik je weer. En hup, nu je best doen, hè? Zo, heb je Emiel even een pep talk gegeven? Ja, ik denk dat hij deze wedstrijd wel zijn best gaat doen. Oké, jongens, nu in de aanval. Scoren die bal. Zolang wij de bal hebben, hebben zij hem niet. Oh, bal uit. Teun, kom maar. Wat is er, Aldo? Ik moet scoren. Teun, die jongen, die kan er helemaal niks van. Dus ga bij hem staan. Dan krijg je zo de bal. Oh, oké. Is goed. Ik moet erin. Ik ben veel beter dan iedereen. Daar komt die Teun. Jullie bakken er helemaal niks van. Als ik erin had gestaan, had ik al lang gescoord. Ja, maar jij zit op de bank, Tim. Dus mond dicht. Daar komt die Teun. Zie je nou wel? Ik had die met mijn vreef geschoten. Oké, Tim. Als jij het zo goed weet, ga er maar in. Teun, kom eens hier. Wisselen. Yes, eindelijk iemand erin die het snapt.
Hier, pas naar mij. Ik scoor wel. Dan ga ik. Tjoe, zie je wel? Hoppa, gescoord. Wat doe jij nou weer? Hoezo? Ik heb gescoord. Ja, in ons eigen doel. Ja, had het dan even gezegd voordat ik erin kwam. Eruit jij. Montuin, laat ze poepie ruiken. Hey, Neil, niet achter die vlinder aan rennen. Hup, achter die bal aan. Wat is dit nou weer, scheids? Hey, scheids, dat is toch een voordeel? Oh mijn god, die ouwe kan ook echt nooit zijn mond te houden. Hey, scheidsie, na de wedstrijd even naar Spekzevers. Potje door die scheids. Mijn moeder kan nog bij de fluiten. En die zit in een rolstoel. Genoeg jullie twee, opzorten. Het kan ook echt nooit normaal gaan. Ik neem hem wel. Ik werd onderuit getrapt. Ik zei, ik neem hem wel. Oké. Neem jij maar. Shit, geen rekening gehouden met de wind. Duco, jongen, even wisselen. Wat? Ik wisselen? Gooi Emiel er maar uit. Of moet ik naar je toe komen? Oké. Emiel, even wisselen, jongen. Je bakt er echt niks van. Mijn zusje van 3 is nog beter dan jij. Oh ja, ik raak tenminste een bal aan. Met die dode cavia op je hoofd. Wat? Dit is gewoon echt haar hoor. Ik sta vrij. Gooien. Wie heeft deze Rendo in het veld gezet? En wij gaan dat we tegen 10 man spelen. En deze jongen dan? En ik denk dat die wat is. Mijn moeder kan nog beter afmaken dan jij. Wat? Mijn moeder? Wat zeg je over mijn moeder? Nee, dat bedoel ik. Oh. Blijf liggen jij, mafkees. Ik ga hem niet halen. Dan hop, mee weg. Ah, scheids, penalty. Was volledig op mijn been. Opstaan, niks aan de hand. Anders geef ik je geel voor een zwalbe. Zwalbe? Jij bent nog blinder dan mijn opa die 2 glazen ogen heeft. Oh, gaan we bij de hand doen? Hier heb je rot. Ga maar douchen. Wat? Jij vieze vuile! Hey scheids, wat de duk is dit? Ben je niet helemaal goed of zo? Ook bij de hand? Kijk eens, hier heb je ook rot. Waar slaat het op? Hey scheids, wat is dit? Waar slaat het op? Uw moeder slaat ook nergens op. Wat? Mijn moeder? Jouw moeder is zo dik dat ze ineens door de schuifdeur van de McDonald's past! Nu is het genoeg. Heel het team rot. Veel succes.